Dit gaat niet om deadlines, dit gaat niet om, om productiedraai, om geld verdienen. Nee, je bent er eigenlijk om iemand een zinvolle daginvulling te bieden of iemand te helpen zijn leven op te bouwen. En jij mag er zijn wie jij bent met je eigenaardigheden. De basis is het respect voor de persoon. Wordt een voorbeeld gemaakt, wordt voorgedaan hoe ze het kunnen maken. Aan de handhaven aan gebruiken ze mallen, kunnen ze het zelf aftekenen, uitzagen, schilderen, bewerken, schroeven, lijmen, etc. Dus hebben ze echt zelfstandig op een gegeven moment echt iets van een nul naar een eindproduct gemaakt. Dus wat ze heel veel eigenwaarde geeft en ook een gevoel dat ze iets zinvols hebben gedaan in deze dag. Eigenlijk zijn het gewoon de puurste mensen die er maar bestaan natuurlijk. Het zijn eigenlijk gewoon echte mensen. Als kleine jongen zat hij dus al op zijn knietjes bij het wasmachine te kijken hoe dat die wasmachine rondging. Dus wij hebben het om hem heen gebouwd. Oké, dat is jouw interesse, dat vind jij leuk. Dus, en nu is dat een heel eigen leven gaan leiden. En hij, dat is zijn eigen afdeling geeft hij nu. Dus zijn eigen verantwoording. Eigenlijk door de levenservaring die ik nu dus heb, dus de lessen van het leven, kan ik dit werk doen. Dit werk kan je echt niet op een school leren. Ja, het woord zegt eigenlijk al genoeg. Mag er zijn, dus je mag er zijn. Dus hoe gek je ook doet, je mag er altijd zijn. Maar ik heb het werk niet gevonden, maar het werk heeft mij gevonden. Ik ben eigenlijk blij dat ik het werk mag doen.